Jana heeft twee dochters van de basisschoolleeftijd. Maar de kinderen wonen bij hun grootmoeder. Jana werkt als verkoopster in Preets, bij Kiel. Op 6 april 2019 meldt een 24-jarige Afghaanse burger zich bij de politie. Hij had een vrouw vermoord. De politieagenten vinden het lichaam in haar appartement. Weiss is in Duitsland sinds 2015. Zijn asielaanvraag is afgewezen. Hij heeft hiertegen beroep aangetekend. Vanuit zijn relatie met Jana hoopt hij waarschijnlijk op een verbetering van zijn verblijfstatus. Waarschijnlijk wil ze op een gegeven moment scheiden, wat hij niet accepteert. Jana's kinderen gaan na de daad naar hun biologische vader. Er is geen informatie over de vraag of ook hij mogelijk gewelddadig was. Er is echter een onbevestigd gerucht dat Jana actief was in de vluchtelingenhulp. In april wordt Weiss opgenomen in de psychiatrische afdeling. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerwraak. Abonneer je op ons kanaal. Onderzoek eerwraak.